Nadat 5 jaar lang een groep Vreunhout herten de duik organiseerde, werd de organisatie vorig jaar overgenomen door de waterscouting. Die zorgde er ook dit jaar weer voor dat er ruim 20 mensen het jaar fris kosten beginnen. Ja, de zin van de waterscoutingen hebben we gezegd van wie willen dat wel organiseren. Hebben we vorig jaar ook gedaan. We hebben met die groep gezien nu er een stuk meer mensen waar gekomen. Dus het gaat erg goed. En ja, we gaan over 5 minuten gaan we erin springen. We kijken naar het water. Het water is 8 graden. Dus het komt helemaal goed. Het is veel allemaal met. Het vriest niet. Het regent gelukkig niet meer. Dus, het is gewoon een mooie traditie. Die is begonnen 5 jaar geleden. Is iemand hier begonnen voor de gein het water in. Eerst met een paar man. Het is een beetje groter geworden. En ieder jaar proberen we het een beetje groter en chiquer te maken. Het moet echt een mooie traditie worden hier in Herten en in Ol. De dochter met het nichtje hebben zich gisteravond even bedacht. Dus en dan moeten ze ook doorzitten. Hè? Zo hoort dat toch, of niet? Zelf niet erin, denk je? Nog niet, misschien. Nee, dan moet het al heel net gebeuren. Volgens mij valt het nu nog wel met, dat is dan niet zo heel koud. Dus we hadden de watertemperatuur opgezocht. Dus wordt het 8 graden. Dus het is nog te doen. Het is de eerste keer dat we dit gaan doen. Dus, hoe kom ik er vanaf? Maastricht. En dan helemaal naar Herten toe, voor de nieuwe. Ja, het is in de buurt is dat nergens. Dus we zullen wel in het omwottenkamer moeten doen. En dan Scheveningen, dat is gaat weet op in januari na een gezellige oudejaarsavond. Dus we dachten, kom mee. Dus we denken dat het koud gaat worden. Dus, dat denk ik ook, ja. Ja, dikke dag, ja. Ga je gezakt zeggen, ze nu 10 minuten erin, liefst. Je zou nog 10 euro van mam. Maar, dat zal niet lukken. Denk er dan in, hè. Succes, wensen maar succes. Ik zal het doen, dankjewel. Vertel eens even, wat gaat het doen vandaag? Nou, dan ga je nooit. Ik ga de nieuwjaarsduik doen. De nieuwjaarsduik. Ik ga de water in zwemmen. Voor het eerst? Ja. De eerste keer. Van waar de, wie is het op dit idee gekomen om dit te doen? We waren samen aan het werken en hij zei, ja, weet je wat we kunnen doen op 1 januari? Voor zover ik kinderen gewoon nieuwjaarsduik. Ik zei, ja, dat wil ik eigenlijk ook altijd wel een keer doen. Dus vandaar dat van nu maar heen zien en het gewoon proberen. Nee, ik doe wel mijn konijnenpantoffels, die hou ik aan, want ik heb altijd last van koude voeten. En dan kan ik die beter aanhouden, dan blijven ze een beetje warm. Dat is ook beter voor mijn kalknagel. Op verschillende plaatsen kijken ze naar het hoogwater, hè? Zo van kan het wel doorgaan. Heb je daar hier ook allemaal te kijken? Ja, het is ongeveer een metertje hoger, maar het is mooi glad, dus we kunnen lekker het water in lopen. Het is wel heel plat, dus we moeten heel ver het water in voordat je zeg maar tot daar in het water staat. Maar dat maakt het spannend, hè. Het is stilstaand water, dus er kan voor de rest niks gebeuren met hoogwater. We hebben 8 man van de reddingsbrigade hier, dus een veilig gevoel. Een veilig gevoel bij de oranje en rode mensen. En de relator gaat die mee het water in? Nee, die is van het ziekenfonds. Die mag alleen maar dat ik niet dat hele stuk zo moet lopen, want dat is een beetje moeilijk voor mij anders. Die gaat alleen maar tot aan de kant en van daaruit zwem ik. Ja, we beginnen om 2:30, dus begin maar vast te lopen, zou ik zeggen. Oh mama, ik zal jou wel een poepje laten ruiken, hoor. Benieuwd of jij met die camera er ook in durft zo meteen. Nee, dan is de garantie naar de knop. Is het de eerste keer dat je mee doet? De derde keer, maar de eerste keer hier. De eerste keer hier? Ja. Hoe gaat het normaal dan? Ook veel gewaar een biertje, de vorige keer een Veenendaal. Dus daar was het nog ijs op het water. Ja. Zo dat ik ijs slik, dat is eigenlijk Chandra. Ja, dat is een echte duikje. Dat is echt een duikje. Maar hoe kom je vanavond voor me? Hier een muntje. Toch een muntje, ja. En dan toch weer weg gaan duiken normaal? Ja, we waaien door met New York, met de vriendengroep. En dan zijn we ook op andere locaties en dan gaan we ook daar duiken. Ja. Om zijn beurt ieder jaar ergens anders. Maar dat gaat goed komen vandaag, denk ik. Maar ik denk het wel. Even warming up en dan erin. Veel succes. Goed, ja, dank je. Doe even een warming up. Dus ik zou zeggen, die duikers, kom even een beetje naar voren. Zetten we even maken weer een beetje een ronde kring.
Het was heerlijk, wat een frisse duik hebben. We kunnen er goed tegenaan in 2013. Fantastisch. Dames, viel het mee? Nee, het was ook ijskoud. Super ijskoud was het. Wat gaan jullie nu doen? Even lekker in de douche ofzo? Ja, tuurlijk. Ja, ik denk het zeker. Lekker warm. We hadden het even onderschat. Ja. Volgend jaar weer of niet? Tuurlijk. Ja, tuurlijk, ja. Fris. Ja, wel. Het ligt het niet zo, maar als het dan erin ligt. Ja, dan is het echt fris, joh. Echt lekker. Dan ga ik gewoon even op de hè. Anders was het te heel laag. Dus, maar wel ziek. Ja, ga ik dat maar doen? Ja, doe ik. Allee. Ja, dat is toch een beetje af te kunnen drogen. Ik ben helemaal kopje onder gegaan. Ik zoek het. Dat is nog een vis nodig. Mijn wacht. Die aan die oor. Helemaal schrik. First time ever. En volgend jaar gewoon weer. Ja. Jazeker. Hoe komt ze vandaan? Ik ben van de Remuin, maar ik kom uit Hogeveen. Speciaal hiervoor. En dat is helemaal te gek. Zo kent ze het nu jou wel in, denk ik? Zo kent ze het hele jaar door. Genoeg energie. En hoe gaat ze nu doen? Ik denk een pintje pakken, als zo gaat. En nog een appelflap of zo. En dan gewoon verder. Niet te veel afgekild? Nee. Ik ben nog zo warm als gaat. Wat gaat? Joe, hoi. Was een eenzame duik nog? Ja, sorry, maar ik ben te laat. Maar ik ben er toch nog even ingedoken, dus. Het was nooit te laat voor het natuurlijk. De beste wensen, zeker, dankjewel.